Hoi, mijn naam is Roei. Ik ben 21 jaar en lid van SCADI en ik studeer aan de Willem de Koning Academie en aan de Erasmus Universiteit. Hoi, ik ben Femke. Ik ben 19 jaar. Ik heb net eerstejaars lichtdames bij Orca gedaan en ik studeer aan de HKU. Mijn broer die roeide bij SCADI al een tijdje. En daar was ik wel eens bij wedstrijden bezig kijken, dus ik wist al wel een beetje hoe het allemaal in elkaar stak. Het hele studentenroeien. En toen kwam ik dus in Utrecht aan en was het voor mij eigenlijk al vrij snel duidelijk dat ik ook wel wilde gaan roeien. Dus toen was het keuze tussen Orca en Triton. En toen is het uiteindelijk Orca geworden. Ik heb een moeder die heeft geroeid, of roeit nog steeds. En ik heb een tante die roeit, ook allemaal bij Orca, ook geroeid toevallig. En ook een opa en oma. Dus het was een beetje, toen ik stopte met volleybal, was van ja, wat ga je nu doen? Toen ben ik echt heel snel er al ingerold als junior in het wedstrijd roeien. En dat heb ik een beetje voortgezet in het studentenleven, ja, bij SCADI. Ja, denk ergens wel een beetje dat ik gewoon op zoek ging naar een vereniging waar ik wel mezelf kon zijn. En dat het roeien en Orca daar gewoon heel goed bij past. En dat ik me heel welkom voelde. Waar voel ik me veilig en op mijn plek en kan ik gewoon zijn wie ik wil zijn. Daar heb ik wel over nagedacht toen ik voor Orca koos. Ja. Als junior zijnde was ik er nog niets mee bezig. Dat was het gewoon lekker roeien. Ik moet wel zeggen, toen ik naar SCADI toe ging, ik had wel in mijn vraagtekens van hoe zouden ze hiermee omgaan. Maar ik had uiteindelijk wel tegen mezelf gezegd dat als we dit gaan doen, dat we wel onszelf blijven. Dus ik ga er gewoon in en we gaan het meemaken. Ja. Eerst best wel dat ik er niet zo open was over het begin. Maar toen, ik weet niet, eenmaal toen het balletje ging rollen, was het echt ja, prima. Ik had een hele leuke eerste zwaar ploeg nog steeds. Ja, daar kan ik me wel in vinden. Ik ben opgegroeid in Zeeland en daar heb ik nooit echt heel veel gelijkgestemden zeg maar, om me heen gehad. Heel weinig LHBT-community. En toen ik bij Orca terechtkom, was dat er wel. En dat was echt een verademing voor mij. Onze vereniging doet het best wel hard zijn best om dingen bespreekbaar te maken. Ook zeg maar de niet zo leuke dingen die horen bij, bij de LHBT-gemeenschap. En ja, dat waardeer ik wel heel erg. Heb ik heel veel aan gehad. En dat is wel echt fijn. Ik moet zeggen dat SCADI daar wel wat in achterloopt. Of tenminste hoe ik het ervaar. Ik weet nog wel vorig jaar dat er wel tijdens Pride bijvoorbeeld die week een vlag hing. Maar verder dan dat is het, zover ik weet, niet gekomen. Dus als ik dat zo hoor van Orca, dan denk ik wel dat daar bijvoorbeeld SCADI daar wel wat van kan leren. Dat vlak zeker. Je kunt nu niet meer stil zijn over bepaalde zaken. En ik vind ook zeker als je zo'n... Ja, iedereen loopt daar rond met privileges. Iedereen is daar, zoals ik al zei, vaak witte mensen. Ik vind wel dat als jij in zo'n positie staat, dat je daar ook wat van over moet zeggen. Omdat er genoeg andere mensen zijn over de hele wereld, maar ook in Rotterdam en ook... In Utrecht, wat dan ook, die dat niet zomaar kunnen of daar geen consequenties aan, die daar wel consequenties voor voelen of meemaken. En dat ervaren wij minder, zal ik maar zeggen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Uiteindelijk draait het er denk ik ook heel erg om dat je gewoon echt zeg maar structureel verandering aanbrengt in je beleid en in je acties. En dat vind ik altijd moeilijk, want dat is in de sport, zeker als het om genderkwesties gaat en zo, is dat echt zo moeilijk. En echt heel frustrerend ook dat ik daar eigenlijk helemaal geen antwoord op heb van wat moet je dan doen. Maar ja. Maar daarom vind ik bijvoorbeeld tradities aanpassen vind ik al heel wat. Ja, zeker. Is het in mijn ogen een kleine moeite om te doen. Als je zoiets aanpast en je neemt dat jaren mee, of dat trekt door naar de jaren daarna, dan heb je wel iets kleins in mijn ogen wel structureel veranderd. Wat ja. Wel dan... Ja, daarna wordt meegenomen. Ja. Ja. Dus ik vind dat meer impact geeft, naar mijn mening, dan leuk een vlag ophangen en te zeggen van joh, we zijn inclusief. En eigenlijk zeg maar, komt daar dan ook nog bij dat de roeisport, zolang die verdeeld is in mannen en vrouwen, roeien per definitie al niet inclusief is. Stel je voor, je komt als eerstejaars binnen bij een studentenvereniging en je identificeert jezelf als non-binair of je bent misschien... Ja. Midden in je transitie als transgender, ja, dan ben je echt de sjaak. Want waar, zeg maar, bij welke ploeg ga je dan? Wil je selectie lopen? Bij welke selectie ga je dan doen? En hoe ga je ervoor zorgen dat die hele vereniging jou met de goede pronouns aanspreekt? Dat verdikken mensen ook nogal vaak natuurlijk. Ja, dat is denk ik wel echt iets waar we in de roeisport echt hard over moeten nadenken. Over hoe regel je dat? En dat is wel een onderwerp wat in de laatste jaren heel erg naar voren is gekomen. Ja,
En wat in de sport echt heel moeilijk is. Ja. Als ik ook kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat in Hongarije gebeurt en wat bijvoorbeeld voetbal daaraan doet. Ongeacht dat het goede geen voetbal is, ik vind dat je dan als sportvereniging daar wel een houding in kunt vinden. Mm-hmm. En wat ik al zei over de regenboogvlag, het is leuk als het ophangt, maar ik zou het bijvoorbeeld veel sterker vinden als bijvoorbeeld de slag van een 8 een regenboogband om heeft. Want ik denk dat het veel meer impact geeft als de rest van de studenten dat ziet. Ik bedoel, kijk naar de Holland 8, er zit ook iemand in, die ze introduceert als bi. Dan is het veel sterker als zo iemand een regenboogband zou dragen. Omdat er heel veel mensen naar die Holland 8 opkijken. En als je daar, nou, als je dat op de Olympische Spelen bijvoorbeeld, of waar dan ook, die band ziet, dan word je daar wel mee geconfronteerd. En dan denk ik dat dat veel meer impact heeft dan dat we leuk een vlag ophangen op de bosbaan van jullie mogen er zijn. Ja. Want dat is gewoon echt minimaal. Ja. Ja. Dat je echt ook, dat je inderdaad echt gebruik maakt van een soort van tastbare rolmodellen die, ja, precies, die laten merken van ik ben ik en dat is ook oké in deze sport. Ja, en je moet je plek nu ook gewoon opeisen. Ik vind acceptatie is, zeg maar, we hebben het over accepteren, maar ik heb daar best wel een hekel aan dat woord. Omdat je dan alsnog de mensen de keuze geeft van ik accepteer jou of niet. Maar die keuze heb je niet, je moet het accepteren. Als ik met jou in een boot zit, dan heb je niet te accepteren of ik daarin zit of niet. Ik zit daarin en ik eis mijn plek op, net als wat jij je plek opeist. Dus dan vind ik dat we dan praten over acceptatie, maar daar horen we niet meer over te praten. Het is gewoon, ik ben er en daar moet je mee dealen. En je kunt niet het accepteren of niet. Ja. Ja. En dat is hetzelfde met opeisen en dat is hetzelfde met een regenboogband opdoen. Je eist gewoon je plek op. En je eist binnen de tradities je plek op. Het heeft geen zin om, we kiezen ervoor of we kiezen er niet voor, we accepteren het of accepteren het niet. Het is gewoon, dat is geen optie meer. Dat was eigenlijk nooit een optie, maar nu al helemaal niet meer. Ja. Nee. Ja, alleen zeg maar, als je dan nadenkt over, dit zijn zeg maar een beetje activistische strategieën, zeg maar, om ervoor te zorgen dat het allemaal beter wordt geregeld in de roeisport. Maar zeg maar, natuurlijk is het belangrijk dat je mensen hebt die zeg maar even heel hard schreeuwen van wij zijn er en je doet het er maar mee. Maar uiteindelijk moet er ook wel daadwerkelijk echt iets veranderen, iets, zeg maar, iets tastbaars veranderen. Iets doorgetrokken worden. Ja. Zo erg niet. Ik weet bijvoorbeeld wel, in mijn juniorentijd heb ik het er niet over gehad. Omdat ik bang was dat ik als minderwaardig werd gezien voor het roeien. Want het ging natuurlijk gewoon om het roeien en ik was bang dat er een heel ding van werd gemaakt. Mm. Dus toen heb ik het gewoon zover, ik weet, gewoon voor me gehouden. Natuurlijk kunnen mensen wel een veronderstelling hebben dat het zo is of wat dan ook. Maar ik heb het nooit specifiek echt hardop gezegd, omdat ik bang was dat het dan anders zou behandeld worden. Ik weet wel, nou, dat hou je gewoon in kleedkamers, worden gewoon van die opmerkingen gemaakt. En of het worden gewoon omheen op het terrein of waar dan ook, in wat voor setting dan ook met mensen van de vereniging, wel opmerkingen gemaakt. En ik weet dat ik het begin, zeker mijn eerste jaar, had ik zoiets van ja, laat over me heen rollen. Of een, nou ja, was het niet zozeer specifiek tegen mij gericht, maar wel opmerkingen die gewoon niet door de beugel konden. Toen heb ik wel het tweede jaar, nu dit jaar, dat tegen mezelf gezegd van ja, dit gaan we gewoon niet meer doen. Als in, nu gaan we er ook wat van zeggen. En nu merk ik ook wel, als dat ik het, dan doe ik het ook. En als er mensen ook, dan schrikken ze ook wel. En dan begrijpen ze dan ook niet zo goed waarom dan bepaalde dingen niet kunnen. Maar daar schrik ik dan ook wel weer van. Omdat ik dan denk, hoe kan je niet beseffen dat hetgeen wat je zegt eigenlijk helemaal niet op de beugel kan. Ja. En dan word je als negatief of chagrijnig neergezet. Ja, of een watje. En dan, en dan word je gewoon zo'n verbitterd iemand, terwijl je letterlijk gewoon een opmerking maakt over iets wat eigenlijk helemaal niet kan, maar wel gewoon daarvoor alleen maar leuk geaccepteerd werd. Maar wat nu iemand wat van zegt, is het opeens een probleem. Ja. Ja. Zelf, gelukkig op Orca en nou, ook wedstrijden, andere verenigingen waar ik ben geweest, nooit echt, zeg maar, slurs naar mijn hoofd gekregen, dus dat is wel echt heel fijn. Maar ik heb wel veel ongepaste vragen gehad. Dat is het vooral. Als je dan, als het dan op een of andere manier in een gesprek opkomt van wat is je seksualiteit. En ja, ik vertel daarover, dan is het dan vervolgens gelijk van, oh, maar hoe werkt het dan als je dan seks gaat hebben? Of allemaal dat soort dingetjes, gewoon echt serieuze privévragen die mensen dan toch het gevoel hebben dat ze het recht hebben om te stellen. En ook het recht hebben om daar antwoord op te krijgen, terwijl dat is gewoon, ja, dat is gewoon
privé. Of misschien heb ik nog geen antwoord op de vraag die je stelt. Of ja, en dat is wel echt vervelend. Want ja, dan word je wel heel erg voor het blok gezet. En dat is niet... Meestal, zeg maar, toen ik nog op de middelbare school zat, had ik dat ook al veel. En dan had ik ook altijd het gevoel dat ik daar dan antwoord op moest geven. Dus dat deed ik dan ook. Maar nu stel ik eigenlijk altijd gewoon dezelfde vraag terug. Ja, moet je ook doen. Ja, en dan zijn mensen echt wel zo van... Wat is dit nou weer voor? Ja, voor een vraag. Dan denk ik, ja, dit is echt letterlijk wat jij mij net vroeg. Dus dat, ja. Nou, nee, dat sluit me jouw probleem. Ja, nee, sluit me bij aan met ongepaste vragen. Ik had het vorige week nog. En dan, ja, daar hap ik wel. Anders in de zin van, ja, dit kan echt niet. En dan merk je wel dat mensen daar van schrikken. Of dan denken van, oh, hoezo dan niet? En dan moet je dat gaan uitleggen. Terwijl ik denk, dit heeft toch geen uitleg nodig? Het is toch gewoon super ongepast. En ik ga het ook niet zulke dingen over jou vragen. Nee. Maar ja, inderdaad, ze weten er niks van. Of ze weten er niks van. Ze weten er vrij weinig van. Dat geeft het excuus een beetje om dan te vragen. Dat ik denk, ja, ga het lekker googlen of zo. Ja, ga lekker naar sense.info. Ja, dan kom je best een eindje. Ja, ja, ik heb dat ook wel, ja. Maar het is vaak, als mensen dus inderdaad een beetje ongepaste vragen stellen, merk ik ook wel dat dat dan niet per se vanuit slechte intenties is, maar oprecht gewoon onweten. En dat is ook wel een probleem, want dan heb je dus gewoon blijkbaar niet genoeg voorlichting gehad. Ja. Dat is een probleem wat echt heel makkelijk opgelost kan worden, zeg maar. Dus dan, ja. Nee, klopt. Ja. De huidige staat van de roeiwereld is best wel rijk, best wel wit, best wel hetero. En dat je daar gewoon eerlijk over bent en als vereniging en als ploeg en als bond en alles, zeg maar, laat merken van dit is nu zo en dit is een soort van ontstaan. Maar we zijn wel open en verwelkomend naar iedereen. Zeker in het geval van parasporters of zo, dat je dan dus ook wel echt zorgt dat dat op praktisch niveau ook echt zo is. Dat je het niet alleen maar zegt. Ik denk dat dat wel echt de sleutel is naar succes op dat gebied. Gewoon echt overal over praten. Als ik iets zou veranderen sowieso, of iets kon veranderen, zou het sowieso tradities zijn op studentenverenigingen. Kijk naar tradities voor gala, dat gaat zo erg over jonge meisjes. Ja. En als je dan als jaarstaar aankomt en je bent niet hetero, bedoel, je bent al op een nieuwe vereniging en dan word je ook een beetje buitengesloten op dat vlak. Ja, dat is gewoon best wel naar. Ik denk, ja, als je niet, verder niet mee bezig bent, dan heb je daar geen besef over. Maar als je dat wel hebt, ja, het is gewoon heel erg heteronormatief. En het is iets dat best wel simpel te veranderen is. Het is gewoon iets wat je kunt vertellen tegen Sjaars, tijdens wanneer ze naar binnen komen, dat je dat gewoon breder trekt. Want je vertelt het hele verhaal en je vertelt al die tradities. Het kost echt geen moeite om een minuut langer erover te praten, om iedereen er ook nog verder bij te trekken. Vooral lekker jezelf blijven, ongeacht hoe moeilijk wat dan ook het is. Ik bedoel ook gewoon vooral je tijd nemen. Niet geforceerd voelen om vragen te beantwoorden, niet geforceerd voelen om je te haast over dingen. Ik bedoel, als jij je daar niet prettig bij voelt, moet je het ook gewoon lekker niet doen. Het is je eigen recht om daarmee te dealen. En niemand anders kan dat van jou afpakken in de zin van, je moet er nu voor uitkomen of je moet hier nu antwoord op geven. Je bent over het algemeen vrij jong als je bij een studentenvereniging aankomt. En wees ook trots op jezelf als je het allemaal nog niet weet. Dat is prima. If anything is je studententijd echt bij uitstek de tijd om erachter te komen wie je bent. Precies. Als je er klaar voor bent, wees ook gewoon lekker open over je verhaal en over je struggles. En praat met mensen. En als er dingen gebeuren die je niet fijn vindt, dus als je dus een nare opmerking krijgt of als je je onveilig voelt of iets, meld dat ook gewoon bij je bestuur. En als ze je niet horen, schreeuw wat harder. Dat het gewoon belangrijk is dat je echt de verantwoordelijkheid neemt om ervoor te zorgen dat jij jezelf kan zijn. Ja, ik denk dat wat ik wel nog zou willen meegeven aan, zeg maar, als je hier naar kijkt en je denkt van, binnen mijn verenigingen zijn er dingen die ik graag anders zou willen zien. Wees je er niet bang voor om er gewoon voor te gaan zorgen dat dat gebeurt. De roeisport is echt een van de mooiste sporten die er zijn. En ik denk dat wij allebei heel graag willen dat iedereen zich daar veilig en thuis kan voelen. Ja, als je het gevoel hebt dat er dingen op jouw vereniging zijn die ervoor zorgen dat dat niet zo is, spreek je uit. Zoek mensen die het met je eens zijn. En ja, ga dingen veranderen.